naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer Action make-up testen. Ik ben echt super veel bericht over het feit dat Action allemaal nieuwe make-up heeft. Dus ik ben heel snel naar de Action gegaan. En ik heb hier dus echt een hele zak met allemaal nieuwe make-up van de Action. Ik heb alleen het nieuwe gepakt, want ik heb al een aantal Action video's gemaakt. En ja, het slaat nergens op als ik weer dingen ga laten zien die ik al heb laten zien. Dus echt alles is nieuw. Ik heb niet genoeg voor echt een full face make-up, maar wel echt gewoon genoeg om er een hele video over te maken. Dus ik ben heel benieuwd, helemaal naar mijn laatste Primark video, die echt een drama was. Hoop ik dat het vandaag een stuk beter gaat met de Action. Dus ja, ik ben benieuwd. Laten we gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan kunnen we gewoon beginnen met de video. Ik begin gelijk met iets wat ik niet heb van de Action. En dat is een primer. Daar was niks nieuws van. Tenminste niet in de Action waar ik was. Dus ik gebruik even mijn Embryolyse crème om mijn gezicht te primen. En ik gebruik deze omdat ik zeker weet dat deze gewoon goed werkt. En dan weet ik zeker dat straks als het bijvoorbeeld de foundation niet mooi aanbrengt, dat het in ieder geval niet ligt aan de primer. Dan foundation. En bij de Action hadden ze ook deze super schattige set van 3 blenders. Echt super cute. En ze hebben ook alle 3 zien ze er allemaal anders uit. Ik ga deze eerst even snel nat maken. Kom ik zo terug om foundation aan te brengen. Oké, ik heb ze alle 3 nat gemaakt. Ze zijn niet echt gegroeid en ze zijn best wel hard. Dus ja, dat is niet echt heel fijn. Ik ga in ieder geval deze in het zwart gebruiken om een foundation aan te brengen. Voor foundation heb ik de Max & More Foundation Setting, Long Setting, Long Lasting Foundations. Ik heb hem in de kleur Honey Beige en Silky Beige. Dit omdat ik niet precies wist welke kleur ik had. Je had er nog meer. En er staat dat dit een Long Lasting Coverage heeft. Dus dat ze lang blijven zitten. Er staat niet op wat voor dekking ze hebben. Ja, ik denk niet echt een volledige dekking, maar meer gewoon normaal of zo. Maar we gaan zien. Ik ga eerst even kijken welke van de 2 ik ga opdoen. Oké, dit is de kleur Honey Beige. En dit is de kleur Silky Beige. Die is een heel stuk lichter. Oké, ik ga denk ik voor die kleur. Dat is Honey Beige. En ik heb gewoon een beetje gebracht op de spons. Oh mijn god, deze spons is echt... Dit is echt net steen. Oh my god. Nee, dit is... Nee, dit kan echt niet. Oh my god, deze sponsjes zijn echt niet fijn. Misschien deze. Mensen, sorry, maar deze sponsjes, nee. Dit, nee. Ze zijn echt net steen. Ik ga even een andere spons pakken. Ik gebruik mijn Real Technique. Ik ga hem even nat maken. Nou, dit brengt een heel stuk beter aan. Godzijdank. De kleur is iets te licht. Maar niet echt heel erg of zo. Niet dat het echt opvalt, gelukkig. Nou, ik moet zeggen, de foundation brengt echt heel fijn aan. Hij blendt heel makkelijk. Het is een medium dekking. Echt een naturel dekking. Dat vind ik ook wel mooi. Dan is het een beetje alsof je niet te veel make-up op hebt. Dat is wel fijn. Maar hij dekt niet superveel, dus dat moet je wel weten. Maar in principe, hij doet gewoon zijn werk. Ik vind hem echt heel mooi. Hij is ook heel goedkoop. Dus ja, hij is volgens mij iets van 2 euro. I like it. Dan heb ik ook concealer. Dit is de Max & More Brightening Concealer Pen. In de kleur 142 nude. Het kan best zijn dat je ook andere kleuren hebt. Vast wel. Maar dit was letterlijk de laatste in mijn Action. Dus ja, dit was de enige die ik heb gepakt. Er staat dat hij dus verlicht. Dat hij het allemaal heel egaal maakt. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Normaal vind ik dit soort applicators niet fijn. Maar ja, we gaan zien. Nou, de applicator is dus zo een stiftje en dan moet je hieronder draaien. Ik wilde gaan drukken, maar je moet draaien. De eerste keer kan altijd eventjes duren. Oh mijn god, er komt ineens heel veel uit. Dus ik ga het snel aanbrengen. Oh, de kleur is goed gelukkig. En ik breng het ook aan op mijn kin. Een beetje bij mijn voorhoofd en een rechte lijn op mijn neus. En dan blend ik het gewoon eruit met mijn spons. Nou, ook deze blenden heel fijn uit. Wat mij echt gelijk opvalt is, dit is geen matte concealer. Er blijft echt een glans hier. Dat vind ik in principe altijd wel gewoon mooi. Maar als je daar niet van houdt, dan weet je dat dus. De kleur is echt perfect. De dekking is niet volledig weer heel naturel. De foundation was ook een beetje zo. Dus deze gaan wel heel goed samen. Ja, ik heb er verder nog niks slechts over te zeggen. Of ja, nog niks. Ik hoop dat ik er nooit iets slechts over te zeggen ga hebben. Ik vind ze allebei mooi. Foundation en concealer zijn gewoon prima. Ik heb verder geen poeder of contour voor mijn neus van de Action. Dus ik ga even snel poederen en contouren. Ben ik zo weer terug. Oké, I'm back. Ik heb een beetje gecontoured op mijn neus en hier bij mijn jukbeenderen. En poeder gedaan onder mijn ogen. En that's it. We gaan nou
oogschaduw opdoen. Ik heb ook weer van de Action een heel mooi oogschaduwpaletje van het merk Miki of Makey. En deze heet Bare Trends Eyeshadow Palette. Dit zijn een beetje allemaal mauve, paars, roze kleurtjes. En dit is de kleur 602 Natural Flirtation. Mijn Action was nogmaals helemaal leeg en dit was nog de enige kleur. Ik ga ervan uit dat ze ook andere kleuren paletjes hadden van deze. Maar ja, dit was dus de enige. Maar ik was er wel blij mee, want ik vond het in principe er wel mooi uitzien. Dit doet me een beetje denken aan het make-up merk Makeup Revolution. Want die heeft ook zulke paletjes. Ze zien er in ieder geval heel mooi uit. Er zit ook weer zo'n onzin applicatortje bij die ik nooit gebruik. Oké, ik heb mijn ogen al gezet met concealer en poeder. Dus ik kan gewoon meteen beginnen met de look. Nou, in het paletje zitten 1, 2, 3 matte kleuren. En de rest is allemaal glitter. In principe, ik vind de 3 matte kleuren echt de perfecte kleuren. Want je kunt die als eerste doen. Dan die en dan die. En dan heb je in principe al de perfecte crease kleur gemaakt. En dan kun je gewoon ingaan met ja, welke glitterkleur je ook wilt. Ik ga eerst deze lichte kleur op mijn hele ooglid doen. Nou, er komt dan gelijk best wel veel kleur vanaf. En dan pak ik deze kleur voor in mijn kaderboog en dan gelijk deze kleur. Nou mensen, dit gaat al gelijk heel goed. Deze kleuren zijn echt heel mooi. Er komt ook gewoon genoeg kleur vanaf. Er is geen fallout. Echt heel mooi. Vooral voor de Action en deze lage prijzen. Wauwie. Je kunt hier zeker mooie lookjes mee maken. En die donkerste matte kleur die doe ik ook op mijn hele onderste wimperrand bij allebei de ogen. Nou, alle drie de matte kleuren zijn echt geweldig. Echt super mooi. Het enige wat ik dan mis in dit paletje is een spiegel. En als ik dan toch een beetje kritisch mag zijn, ik had het ook wel fijn gevonden om zo'n soort van donkere kleur in een matte versie te hebben. Dat was wel fijn geweest. Ik ga nu even wat concealer pakken en dan ga ik een hele cut crease maken over mijn hele oog. Dus helemaal tot aan het einde. Kijk, ik maak hem echt helemaal zo rond. Zoals je wel kunt zien. Nou, het ziet er nou een heel klein beetje raar uit, maar straks wordt het helemaal mooi. Maak je niet te druk. Dit is een manier van cut crease die ik niet vaak doe. Ik doe meestal zo'n halve of zo'n cut crease helemaal tot daar als een soort van wing. Dus ja, ik wil een beetje afwisseling. Dus vandaar dat ik nou deze keer zo'n cut crease maak. Nou, het is klaar. Dan pak ik deze paarse glitterkleur en die doe ik over mijn hele ooglid. Voor 3/4 ongeveer. Ik stop bijna op het einde. Zo, en dan dit stukje laat ik gewoon open. Ik heb by the way mijn kwast nat gemaakt met fixing spray, like always. Nou, ik heb dus hier een stukje open gelaten. Daar zit gewoon nog huid. En daarop wil ik deze donkere paarse kleur gaan doen. Kijk ook weer hoe donker. Nou, ik moet echt zeggen dat dit paletje echt heel mooi is. Ik begin eerst met het deppen van die kleur hier in de buitenste ooghoek. En dan als ik het een beetje heb gedept, dan ga ik het een beetje naar binnen toe blenden. Zodat het een beetje blendt met die paarse kleur. En dan als laatste pak ik deze hele lichte roze glitterkleur. En die doe ik in mijn binnenste ooghoek. Echt, ik doe altijd een lichte kleur in mijn binnenste ooghoek. Echt altijd. Nou, wat ik eigenlijk ook een beetje wil gaan doen, is ik pak de ene donkste kleur. Of ja, ze zijn allebei even donker, maar die is meer paars. En deze is meer richting de bruin en zwart. En die wil ik een beetje ook op mijn onderste wimperrand doen. En dan echt tegen de wimperrand aan. En dan pak ik weer die donkerste matte kleur. En dan ga ik het even allemaal uitblenden hieronder. Ik ging gewoon in mijn oog. Dan ben ik klaar met dit paletje. Zeker een aanrader. Hij is echt heel mooi. Dan ga ik een winged eyeliner maken. Ik heb daarvoor de Max & More Eyeliner Gel in de kleur Black. 201 Black. En daarmee ga ik gewoon even een wing maken. Hopelijk is hij fijn. Easy to apply, dus dat hoop ik ook echt. Nou, er zit ook een kwastje bij, maar die ga ik niet gebruiken. Ik gebruik altijd mijn eigen kwasten. Dit is weer de Sigma 106. Deze is geweldig als eyeliner, als gel eyeliner kwast. Nou, zo ziet het potje eruit. Op zich is hij best wel groot. En dan ga ik hem even openmaken. Oh, er zit iets op. Dat moet er natuurlijk altijd eerst af. En dan gewoon de zwarte gel. Nou, ik hoop dat hij een beetje goed werkt. Hij voelt wel gewoon fijn aan. Nou, op zich is hij ook gewoon heel zwart. Hij brengt hem gewoon fijn aan. Ja, ik vind deze denk ik ook fijn. Nou, de wing is gemaakt. Hij is iets langer geworden dan dat ik had gedacht, maar oké. Hij bracht in ieder geval heel fijn aan. Hij is gewoon super zwart. Echt niks slechts over te zeggen gewoon. Ik ga even snel het andere oog doen. Nou, helemaal af. I love it. Die gel eyeliner is ook goed echt tot nu toe.
alles is goed. Ik ga nu mascara doen. Ik heb de Max & More Mascara Lash Extension. Dus als er staat Lash Extension, verwacht ik ook hele lange wimpers. Er staat op Ultra Curl and Length for Perfectly Curved Lashes. Dus deze moet ervoor zorgen dat je echt hele dramatische gekrulde wimpers krijgt. Dit is de kleur 201 Black. Ik weet niet of er nog andere kleuren zijn, want dit was weer de enige. Maar zoals veel van jullie weten, ik heb geen wimpers, dus ik ben benieuwd. Nou, zo ziet hij eruit. Gewoon een hele normale zwarte mascara. En dit is de applicator en er zitten een beetje van die fibers op. Dus ja, ik denk dat die er dus voor zorgen dat je extra lange wimpers krijgt. Dus ik ben benieuwd. Oké, we zijn aangekomen bij het eerste product van vandaag die ik niks vind. Deze mascara doet echt niks. En hij is ook nog eens irritant, want die stomme irritante pluisjes komen allemaal in je oog. Oh my god. Deze raad ik echt niet aan. Ik ga even nep wimpers opdoen. Ik ben zo terug. De wimpers die ik op heb zijn de E10 van de AliExpress. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Daar staan ook al mijn kortingscodes. Want ik heb er heel veel van Action helaas niet. Dus Action sponsor mij. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Ik heb alleen nog een beetje gecontour. Dus dat is wat je hier ziet. Ik heb nog niet gebronsd. Ik heb de Max & More Compact Powder Matte. In de kleur 156 Soft Cashew. En dit is dus een matte poeder. En hiermee ga ik mijn gezicht bronzen. Oh, mooi. Wauw. Dit is een mooie bronzer. Deze bronzer. Deze is echt heel mooi. Oh, go Action. Echt bijna alles is goed. Ik ben zo blij hiermee. Ik was zo bang, vooral na die Primark video. Echt trauma, niks was goed. Maar tot nu toe is het enige slechte de mascara. I like it. Deze blijft zeker hier in de la. Dan voor blush heb ik de Max & More Blush Powder Satin. Ik heb hem in de kleur 110 Pink Sand. En dit is dus een satijn blush. Zo ziet hij eruit. Een hele mooie rozige kleur. Voor de mensen die niet weten wat een satijn finish is. Dat is dus niet mat en niet glans. Maar een beetje ertussenin. Oh, nog heel even over mijn bronzen kwast. Ik krijg best wel de vraag welke kwast deze is. Dit is de Benefit bronzen kwast. Is wel best wel prijzig, rond de 30 euro. En de kwast die ik altijd gebruik voor blush, letterlijk altijd, is de Real Techniques Blush Brush. Letterlijk vanaf het begin van mijn kanaal gebruik ik deze kwast. Oh, de blush is ook mooi. Oh my god. Alles is mooi. I like it. Het is niet te veel. Het blendt ook gewoon goed. Heel mooi. Ook deze blijft hier lekker in mijn la. Even een beetje strak maken hier met wat losse poeder. Ik gebruik de Nabla losse poeder. Nou, qua highlighters was er volgens mij niks nieuws. Tenminste, ik kon niks nieuws vinden. Maar ik heb wel een oude van de Action. Dus ik ga die gebruiken. En dat is de Max & More Highlighter Brick in de kleur 01 Nude. Deze super, super mooi. Ik pak altijd deze twee bovenste kleurtjes. En ik meng die twee gewoon een beetje door elkaar. En dan breng ik het gewoon aan. En dan pak ik de lichtste kleur en die doe ik ook een beetje op mijn neus. En ook een beetje onder mijn wenkbrauw. Dan als laatste lippen. Ik heb weer de Max & More Lipstick Matte Duo Pack. Dit zijn dus twee matte kleurtjes. Dit is de set 318 Toasted Taupe. Nou, het zijn dus twee kleurtjes. Een iets donkerdere en een lichtere. De donkere heet Toasted Taupe en de lichtere Naked Nude. Ik ga ze even snel op mijn hand swatchen. Nou, dit zijn dan de twee kleuren. Super mooi. Vooral die nude is mooi. Maar deze paarskleur is ook mooi. Staat mooi met de look. Ik ga ze allebei aanbrengen. Ik ga eerst de donkere aanbrengen. En dan de lichte in het midden van mijn lip. Voor een soort ombre effect. Als lippotlood gebruik ik de Essence Soft Contouring Lip Liner in de kleur 11. Sucker for Grey. Dit is een beetje een paarsige lichte kleur. En dan breng ik eerst de kleur Toasted Taupe aan. Dit is dus de donkerste kleur. De paarskleur. Kleur. En dan pak ik de nude kleur, die heet dus Naked Nude. En die ga ik gewoon een beetje in het midden aanbrengen om er een ombre van te maken. Zoals ik ook al wel net zei. Nou, dit zijn dan de kleurtjes. Ik moet zeggen, de nude kleur bracht niet echt heel gepigmenteerd aan. Want ik had expres hier in het midden van mijn lip geen lipstick gedaan. Maar ja, na 100 keer aanbrengen kwam er wel een beetje kleur vanaf. Maar de kleur Toasted Taupe, die bracht prachtig aan. Zoals je wel kunt zien, de kleur is echt heel mooi. Ik vind ze ook gewoon weer heel fijn. Dus ook die lipsticks vind ik fijn. Echt, alles is fijn. Ik vind ze niet per se heel mat. Maar dat komt ook misschien omdat ik een soort van balsepje eronder had. Dus misschien dat het daardoor komt dat die nou niet heel mat is. Nou, dan wat setting spray. Deze is van I Heart Revolution. En dan ben ik klaar. Nou, ik ben echt heel blij met de look. Het was echt een hele
informatieve video tot nu toe. Ga vooral nog niet weg, want ik ga de make-up de hele dag oplaten. En ik kom straks terug om te kijken of alles er nog wel goed op zit. En of ik nog bij mijn mening van nu blijf. Maar tot nu toe echt bijna alles was mooi, behalve de mascara. Die deed echt niks voor mijn wimpers. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het gewoon een beetje goed blijft. En we gaan straks zien hoe alles is gebleven. Het is nu 2:30. Dus ik kom terug rond 9:00, zoiets. En nou ja, dan gaan we gewoon even kijken. Dus tot straks. Oké, ik ben er weer. Het is nu 9:30. Ik moet zeggen dat de make-up er nog wel gewoon goed op zit. Het enige waar ik niet zo blij mee ben is de eyeliner. Want die is hier wel echt helemaal gesmudged. Hier ook. En hier kun je het ook zien. Bij de wing is er afgegaan. En aan deze kant ook. Dat is voor mij echt een no-no. Dus vandaar dat ik die niet meer zal gebruiken. Voor de rest, alles zit nog goed. Ook de foundation. Ik heb hier wel een beetje een paar plekken waar het een beetje af is gegaan. Maar dat komt omdat mijn huid is hier echt super droog. Dus dat gebeurt wel vaker. En hier bij mijn kin is het er ook een beetje afgegaan, maar ook dat is niet heel raar, want dat heb ik ook vaker. Dus vooral voor die prijs is de foundation echt super goed. De oogschaduw zit ook nog goed. Mijn lippen zijn wel echt heel droog, maar ik heb gewoon altijd hele droge lippen. Maar de lipstick bleef niet super lang, dus je moet er wel bij werken, maar dat maakt in principe niet echt uit. De blush en de bronzer zitten er ook nog best wel goed op voor het aantal uur dat ik het al op heb. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden. Oké, nou, dit was een hele positieve video. Het enige wat ik dus niet per se aanraad is de mascara, omdat die gewoon niks doet. En de eyeliner, omdat die gewoon echt smudged. En dat is gewoon niet oké als je 20 minuten bezig bent geweest om een mooi strak te maken. En dan na een uur is het weer helemaal scheef. Dat is gewoon niet te doen. Dus deze twee zijn de enige waar ik niet zo blij mee ben. Oh, en de sponsjes. Oh mijn god, ik ben die gewoon bijna vergeten. Deze zijn zo hard. Het doet gewoon pijn als je er iets mee aanbrengt. Dus ook deze vind ik echt een no-no. Voor de rest, vooral dit oogschaduwpaletje. Echt super mooi. De foundation is ook goed. Bronzer ook echt heel mooi. Dus ik ben daar allemaal heel blij mee. Ik ben blij dat het een stuk beter ging dan de pre-video. Dus ja. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doeg! Zie je, hoe laat is het? Oké, het is nu 9:30. Oh nee, wacht even. Wacht even, ik moet eens zeggen dat ik er weer ben. Zo, ik ben klaar. Wat ga je aanzetten? Ik doe meteen aan. Het chili case, hè?